één keer in de 6 weken heb ik een gesprek met Bianca. Zij is mijn adviseurs beroepsopleiding. En daar bespreken wij mijn voortgang op school, hoe ik zelf in mijn vel zit en of er nog problemen zijn op mijn werkvloer. En die gesprekken zijn altijd heel leuk en luchtig. En je kunt altijd bij haar terecht, je kunt er appen als je problemen hebt. En dan worden je problemen opgelost, zeg maar. Ik ben eigenlijk overstijgend hier aan het werk. Ik voor de studenten ben ik eigenlijk een soort vraagbaak. Ik heb geen vast werkplek, zoals je ziet. Ik ga overal zitten waar een plekje is. Dat doe ik hier in het hoofdgebouw, maar ook op de locatie zelf. En mijn hoofdtaken zijn eigenlijk het begeleiden van de studenten en het coachen van werkbegeleiders. En ik ben betrokken bij, ook bij gesprekken op school. Ik volg eigenlijk een student gedurende de hele opleiding. Ik sta buiten de afdeling en ik ben wel verbonden aan een locatie. Maar doordat ik buiten de afdeling sta, maakt het voor studenten wat toegankelijker om vrijer tegen mij te spreken over bepaalde problematieken waar ze tegenaan lopen. Het is natuurlijk een pittige opleiding. Het werken en leren is, vraagt veel van de student. Daar coach ik ze ook in. Daarnaast heb ik natuurlijk ook de contacten met de werkbegeleiders. Ook hun geef ik coaching hoe ze een student het beste kunnen begeleiden. En ik verzorg samen met mijn collega werkbegeleiders cursussen. Ja, studenten hebben het soms best wel zwaar in een opleiding. En wat ik dan als adviseur beroepsopleidingen voor hun kan betekenen is toch even een luisterend oor bieden. Kijken of er toch oplossingen zijn om een probleem op te lossen. Vaak heb ik dan contacten met het ondersteuningsteam van een locatie. Kom ik er echt niet uit, dan raadpleeg ik ook mijn collega's om tot een goede oplossing te komen voor de student, zodat hij verder kan in zijn opleiding. Stel dat je heel veel vloeistof uit zo'n flacontje moet halen. Bedenk dan dat je soms ook wat lucht moet inspuiten, want als het echt een heleboel is, dan spuit je op een gegeven moment een soort van vacuüm. Ja. Dus maar een klein beetje, het maakt niet uit. Meneer Jansen. Ja, meneer Jansen was het, hè? Ja, meneer Jansen, ik ga even een spuitje geven. Zo. Viel het mee? Dat je goed alle belletjes eruit hebt? Nee, er zit nog een luchtbel in. Oké, dus dat moet nu wel. Nu ontlucht je de spuit. Maar heb je een kant-en-klare spuit? Dan mag je niet ontluchten. Nee. Fijn om elkaar weer te zien. We spreken elkaar 1 keer in de 6 tot 8 weken. Het is alweer een tijdje geleden dat we elkaar gezien hebben. We hebben nu een voortgangsgesprek. Daarin staat eigenlijk centraal van hoe ben jij als persoon? Hoe gaat het met jou als persoon? Hoe gaat het met jou op de afdeling? En hoe gaat het bij jou binnen schools? Dus laten we gewoon stap voor stap door het gesprek heen gaan. Ja. Hoe gaat het met jou als persoon? Ja, goed. Ja, ik zit lekker in mijn vel en op school gaat het goed. En het laatste jaar ben ik kort een nieuwe werkplek. Dus ik heb er zin in. Ja, kijk je uit naar je nieuwe werkplek? Ja, heel erg. Ja. Andere doelgroep, dus meer verplicht technische handelingen. Dus daar ben ik wel... Mooi. Zeer in geïnteresseerd. Ja, mooi. Heb je, als we dan toch even doorpakken naar school, heb je alles af kunnen ronden op deze afdeling wat je graag wilde afronden voor school? Ja, meer zelfs. Oh, top. Dus ik loop voor, dus dat is wel heel fijn. Dus dat is, heb ik volgend jaar niet zoveel stress. Dus als ik op een andere plek zit. Dus ze hebben allemaal goed geholpen en ze zitten er zelf ook achteraan en ik zelf ook. Dus, goed, het is goed gegaan. Ja, ik ben SLB'er in het Archipelcollege en daarbij ben je als coach. SLB staat voor studieloopbaanbegeleider. Nou, je bent dus een coach voor de studenten en dat betekent dat ze de lesdagen opstarten altijd met een coachuur waarin ze hun studieloopbaanvragen aan jou kunnen stellen. En jij altijd kijkt naar met welke leervragen komen onze studenten vanuit Archipel naar school. En het gaat vanuit school natuurlijk dat je ze lesmateriaal biedt waarmee ze weer naar de praktijk gaan.
er zit een wisselwerking tussen wat er in de klas gebeurt, tussen klasgenoten en jij als studieloopbaanbegeleider hebt daarin de rol om de studenten te coachen, uit te dagen, te stimuleren en soms ook af te remmen in enthousiasme van wat er nog 3 jaar in een opleiding nog te wachten staat. Archipel College is werken in de regio, dus vanuit het Koning Willem I College komen docenten naar Eindhoven toe, waar les wordt gegeven aan allemaal studenten die een BBL-opleiding bij Archipel volgen. En de meerwaarde is dus dat die kan worden toegespitst op 1 organisatie, allemaal mensen van Archipel, die hun praktijkervaring met elkaar kunnen delen. Dat is uniek dat we dit bij Archipel aanbieden.